Als u nog thuis kunt wonen, maar niet alles meer zelf kunt, dan kan thuiszorg u helpen. Nou, zondag hebben we gehad. Dan was u alleen. Een thuiszorg is eigenlijk zorg die thuiszorg verleent. Eigenlijk alles wat komt kijken bij wat om iemand zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Dat zit niet alleen iemand helpen met wassen, aankleden, maar ook zorgen dat iemand veilig thuis woont. Bijvoorbeeld medicatie goed kan innemen. Of andere hulpmiddelen om te kunnen bewegen. Moet je wat helpen bij maaltijden of iets contact onderhouden met andere organisaties, met huisartsen. Dus ja, eigenlijk alles wat maar een vraag kan zijn van een cliënt om thuis te kunnen wonen. Ja, het is heel verschillend inderdaad hoe wij worden gevraagd. Soms maakt familie zich zorgen om een situatie en die klopt bij ons aan van kunnen ze komen kijken bij onze ouders of bij de buurvrouw maken ons zorgen om. Ja, en dan is het maar net, hoe kom je binnen inderdaad? Dan staan er geen open armen, maar dan word je met argwaan bekeken van wat kom je hier doen? Ik red me prima. En aan de andere kant zijn soms cliënten zelf die inzien van ja, ik moet toch een beetje hulp accepteren. Wil ik thuis kunnen blijven wonen? Hoeveel broodjes wilt u? Twee. Twee? In Gunstelaar. We hebben inderdaad scholing gehad en daar leer je ook al kijken naar praktische dingen, hoe je kunt helpen. Zal ik u nog even wat fruit klaarleggen? Dan kunt u zelf straks lekker klaarmaken. Een hele simpele handeling. We leggen 's ochtends gesneden fruit klaar. Doordat wij dat fruit daar neerleggen, dan denkt de cliënt aan van, oh ja, daar moet ik op eten. Een soort van prikkel eigenlijk. Hoe pak je de inrichting aan in een huis? Of wat kun je nog betekenen aan dagbesteding? Dat gaat heel breed. Kunt u zelf zo redden? Ja. Wat wij ook veel inzetten bij cliënten is om te wennen aan wat structuur door middel van een kalender. Het is vandaag dinsdag. Eigenlijk voor alle vragen die er zijn, met betrekking tot de cliënt, maar ook voor de familie. Hier gewoon opdrukken. Die? Ja. Oh ja. Dag, Jacqueline. Ga dan op een mooie beeld. Heb je nog wat gedaan vandaag? Ja, haken. Door de tablet kun je dus zowel contact maken met de kinderen in ieder geval die verder weg wonen, maar ook wat dichterbij. Maar ook zelfs met kleinkinderen zijn er helemaal mee opgegroeid. Die vinden het juist ontzettend leuk om met opa of oma skypen. Ja. Het vergroot eigenlijk hun wereld. Maar je kunt er ook spelletjes mee doen. Je kunt er nieuws op kijken, geheugentraining. Daarnaast is er natuurlijk ook voor de zorgverlening. Dat wij dus een contactmoment kunnen hebben met hun. Dat we eventjes kunnen praten. Hoe is het? Hoe voel je je? En het is gewoon heel eenvoudig bedienbaar. Wat gewoon heel makkelijk te leren is, ook voor oudere mensen. In elke gemeente is het inderdaad wel een vorm van ondersteuning bij dementie. Of het nou het case management heet of dat er nu thuiszorg is. Thuiszorg kan ook de familie en partners ondersteunen met tips en adviezen. Het is eigenlijk meer thuiszorg van met steunkousen aandoen en weer weg naar een ander. Zeg maar dat beeld leefde meer bij mij. Maar nu je het zo ervaart, aan de lijf ondervindt, denk ik, ja, ze doen wel echt iets meer hoor. Ze doen echt heel goed werk. Ja. Wij vinden het eigenlijk belangrijk dat we het ook even via beeld laten zien. Geven we even uitleg over hoe de dementie, het brein, werkt. Anneke van der Plaats heeft daar een studie over. Maar wat gebeurt er precies in de hersenen wanneer er dementie wordt geconstateerd? We herkennen de prikkels en kunnen kiezen wat we met onze emotie gaan doen. Hem uiten, binnenhouden. Je vader heeft dit ook gezien. Waardoor wij ook een heel mooi gesprek hebben gehad met elkaar. En hij gaf ook echt wel veel herkenning aan. Op een gegeven moment kom je erachter dat je moeder vergeetachtig wordt. In het begin nog niet helemaal, want mijn vader ving dat eigenlijk op. Hè. Als je mijn moeder wat vroeg, ze wist het antwoord niet, gaf mijn vader wel een antwoord. Toch ervaar je nu zeg maar, bij mijn ouders in dit geval van, weet je, we redden het zelf allemaal wel. Ja, dat klopt. Dus of het ernst van de situatie dan duidelijk wordt, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik heb dus twee broers, die wonen in het Westen. Ik werk natuurlijk ook en op een gegeven moment, ja, als mijn vader wordt opgenomen in het ziekenhuis, en dan kan ik ook niet constant bij mijn moeder blijven. Nou, en zo zijn we eigenlijk in contact getreden met Zorgaccent. Die kwamen om de zoveel uur even kijken hoe het met mijn moeder was. Dat ging helemaal niet. Nou ja, zo ging het dus met alle apparaten. Het zijn je ouders, dus je bent wel erg dichtbij, dus je kan je ouders ook niet altijd alles vertellen, hè? Want je wil de goede band met je ouders wil je ook in stand houden. Wij zitten niet in de sfeer zelf, hè? Wij staan er buiten, waardoor je dus ook soms
wat objectiever kunt bekijken. En soms ook signalen. Hè. We zien ze gewoon met elkaar omgaan. We zien de gesprekken met elkaar voeren. Maar het is wel heel belangrijk dat als hij dit, toen hij dit fragment zag, dat we dat wel heel duidelijk was overgekomen, dat hij positieve prikkels moet weergeven. Hè, want... Ik heb mijn vader ook de afspraak van als hij eens een keer negatief is, dat ik dan gewoon tegen hem kan zeggen, oh, pa, positieve prikkels. Nou, en dat probeert hij ook. En voor hem is het natuurlijk ook heel lastig. He, want hij moet alle zorg moet hij ook thuis opvangen. Dat kan hij natuurlijk ook niet alleen. Alleen hij moet er gewoon voor openstaan dat mensen hem ook daarbij kunnen gaan helpen. Ja, maar eerst zit je in een ontkennende fase natuurlijk als partner zijnde, denk ik. Dat is ook gewoon heel logisch. Want je wil graag een partner naast je hebben. Je hebt natuurlijk ook geen ervaring. De mensen hebben genoeg ervaring en zijn professional. Dus als een goede sparringpartner en zij nemen een hoop werk uit handen. Want jij kan natuurlijk ook niet alles alleen. Kijk, en als mijn moeder alleen naar die dagbesteding gaat... Wij willen dat heel graag, want dat is ook beter voor hun, zeg maar. Klopt, ja. Maar dan laat ze mijn vader los. En dat is wel een probleem. Nou, dat is gewoon heel lastig. We kunnen gewoon heel veel betekenen. Ook door middel van gesprekken. Geven hun ook aan van hoe hun de situatie ervaren bij elkaar, bij hun ouders. Wij vinden het heel belangrijk om te kijken van hoe ervaart de cliënt, hè, de dementerende, de omgeving. Ja, dus eigenlijk zeg je van hij besefte het eerst niet... Maar toen hij het filmpje zag van, ja, oh, wacht eens even, dat gebeurt bij ons thuis eigenlijk ook. Ja.